Hallo iedereen, het is vandaag vrijdag 22 december en welkom weer bij een nieuwe Vlogmas. En ik zie nu dat mijn haar echt super crazy zit. Sorry daarvoor, ik heb nog helemaal niet gekamd of wat dan ook, maar ik heb gewoon eventjes een knot gedaan. Ook gebruik trouwens het elastiekje die we gisteren in de adventskalender hebben gehad. Kijk, hij doet het goed. En over adventskalenders gesproken, ik ga hem er gelijk bij pakken, zodat ik hem niet deze keer weer pas aan het einde van de vlog ga openen. Nummer 22. Oh, hey, dit is weer een lakje. Ziet er super mooi uit. Dit is hem. Hij is heel erg mooi. Het is een beetje een soort van combinatie van gouden en zilveren glittertjes. En het is de kleur 05 Hello Nice to Glitter You. Deze namen zijn altijd echt geweldig van Essence. Pak gelijk even de posters erbij. Hey, deze is ook leuk. Weer een quote. En het is zeg maar alsof het een lightbox is. Unique, geef me alsjeblieft nog even wat Christmas vibes met deze posters. Vond ik wel heel erg leuk. Of ze hebben gedacht van we doen expres geen Christmas vibes. Omdat je die maar een bepaalde periode op wilt hangen. En die periode is natuurlijk straks alweer bijna voorbij. Maar goed, alsnog leuk. Wat minder leuk is dat ik echt extreme honger heb. Dus ik ga even een lekker broodje maken met wat ei, denk ik. Zo, het is een omeletje op een geroosterd broodje. Had ik echt heel veel zin in. Nu eventjes voor de tv installeren. En dan ga ik even een serie kijken. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag 22 december. Nou, zoals je wel kan horen ben ik behoorlijk verkouden. Ik ben daarom alvast eventjes opgemaakt en aangekleed. Omdat ik heel eventjes wilde bijkomen. Want vannacht zat mijn neus heel erg dicht. Nu nog steeds een beetje. En ik wilde dat even laten zakken. Want vanmorgen klonk ik nog veel erger. En dat is gewoon niet echt prettig om na te luisteren, dacht ik. En laat ik maar gewoon meteen beginnen met de kalender. Zodat ik dat weer vergeet. En stiekem ben ik ook wel een beetje excited. Ik ben gewoon echt benieuwd wat erin zit. Oeh, deze is mooi. Nou, Larissa heeft jullie de Essence kalender al laten zien. Dus ik ga nu meteen door met L'Occitane. Ja, wat is dit? Dit is een shower oil. Oeh, deze is heel chill volgens mij. Ik heb deze al wel gezien in de winkel zelf. Maar nog nooit geprobeerd. En dit is van Amandellijn weer. Die ruikt super lekker. En dit is dus een shower oil. Deze wil ik heel graag een keertje proberen. Want dit is dus een olie. En die verandert in een soort van melkachtig schuim op je lichaam. En door het water. En dan was je hem eraf. Maar het is een olie, dus hij is heel erg voedend en zo. En hij ruikt echt mega lekker. Silly ligt ondertussen weer in de hoek van de bank op zijn witte blankie. Ik zal hem wel even met rust laten nu. Mijn huis is ondertussen weer een klein beetje veranderd in één grote rotzooi. Dus ik ga heel een klein beetje puin ruimen. En dan zie ik jullie straks alweer. Kijk eens wie er ondertussen wakker is geworden. Het is Silly. Oh, hij kijkt een beetje boos nu. Hallo Silly. Kijk eens in de camera. Het is tijd voor hugs. Beetje dood. Of niet, Sil? Oh. Oh. Wat ga je doen? Maak je de lens even schoon. Thanks. Nou, ik heb even mijn jas aangetrokken, want ik ga nog heel eventjes de stad in om alvast wat dingetjes te kopen voor kerst. Want ik ga het voorgerecht maken en dan heb ik alvast wat dingen in huis. Oh my god, en ik zie nu dat ik een foto binnen heb gekregen van mijn moeder. Namelijk een pakje die aan mij gericht is. En dat zijn kerstsokken die iemand zelf heeft gemaakt voor mij. En ik vind ze echt super cool. En er zit ook eentje voor Silly bij. Deze moet ik dus echt even binnenkort gaan ophalen. Hoe leuk is dit? Een hak, een sok en een paw. Oh. Oh, dat vind ik echt super leuk. Ik kan echt niet wachten om die te zien. Misschien moet ik vanavond al eventjes langs gaan dan ofzo. Heel cool. Ik ben aangekomen in Utrecht. Ik wilde eigenlijk gewoon lekker op de bank zitten en een serie kijken of een filmpje zelfs. Want ik ben best wel eigenlijk een beetje moe. Maar toen kregen we in één keer de mogelijkheid om naar de Jo Malone counter te komen in de Bijenkorf. En daar een arm- en handmassage te krijgen en ook een beetje de producten bekijken. Dus dat klonk natuurlijk super lekker in de oren. En aangezien natuurlijk maar, ja, we wonen in Utrecht, dus dat is helemaal lekker. Dus ik wacht nu op Tara. Die was ook ergens anders nog even aan het lopen in de stad. En we hebben hier afgesproken bij de H&M die hier zo zit. Ik weet niet zo goed waar ze blijft, dus ik weet niet wat ze allemaal aan het doen is. Maar ik zie je denk ik zo meteen wel. En dan gaan we gezellig even
een massage krijgen. Dus dat is heel erg lekker. Dat was helemaal niet van, gepland vandaag. Maar het is wel heel erg leuk dat het nog eventjes tussendoor is gekomen. En ik zie wel dat het echt super druk is in de stad. Gisteren heb ik trouwens echt wel geluk gehad. Maar nu is het heel erg druk van mensen die nog even de last minute cadeautjes kopen. En het erge is dat mijn vriend morgen cadeautjes wil gaan kopen. Want hij werkt natuurlijk de hele week. Dus morgen wil hij met mij de stad in om nog cadeautjes te kopen. Oi, 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 ik heb er nu al geen zin in. Zo, we hadden eventjes heel veel zin in friet. Dus we zitten nu in de frietwinkel. En ik heb een friet met truffelmayo. En er is een friet met gewone mayo. Yes, heel lekker. Heel veel zin in. Het is ook echt super lekker friet. Kijk, het is echt een schelletje wat super lekker. Ja, het is echt heel fris. Vers gemaakt hier. Echt heel chill. Ja. Kijk, zo leuk dit. Heel schattig. En heel chill dat die mayo apart zit. Ja. Nou, we zitten inmiddels in de Bijenkorf bij Jo Malone. Want Larissa en ik krijgen straks een hand- en armmassage. Ja. Dus we gaan eventjes lekker relaxen. En daar heb ik eigenlijk wel heel erg zin in. Ik ben ook best wel moe eigenlijk, dus het is helemaal lekker. Maar als ik zo meteen in slaap val, dan moet je mij even wakker maken. Ja. Hier liggen de handdoekjes al klaar. We moeten nog heel eventjes wachten, dus dat maakt niet uit. Juist een hele lekkere handmassage gekregen bij Jo Malone en heel veel uitleg over alle geuren. Dus het was echt super fijn. Heel erg bedankt ervoor. Dat meisje die ons hielp was echt super lief. Er zit dus een counter hier in de Bijenkorf in Utrecht. En als je nog op zoek bent naar een cadeautje of iets dergelijks, zou ik daar zeker even heen gaan. Het zijn hele bijzondere geuren. Maar we zijn heel eventjes naar boven gelopen naar de kerstballenafdeling, want we zagen het echt een extreme slinger. Een holographic slinger. Ik ga hem heel veel laten zien. Oh, dat is toch niet normaal? Die zou perfect in mijn boom passen. Wauw. Dit is echt... Oh, je ziet het toch niet... In het echt zie je het veel mooier. Kijk dan hier zo. Oh. Kijk dan deze. Dit is toch niet normaal? Ah, dit is heel leuk. Hij heeft bewegende beentjes. Oh ja. Maar ik ben meer... Deze panter. Ik ben meer onder de indruk van... Oh, die panter is leuk, ja. Zo, deze vind ik ook heel leuk. Deze papegaai. Oh. En dat popcornmachine is leuk. En een cactus. Ja, en de camera. Maar die slingers. Ja. Neem de slingers, Liz. Een witte boom volgend jaar met die slingers. Ja, is heel leuk. En dan met de roze ornamenten. Ja, neem dan gewoon die roze vis met de voeten. Die is echt te grappig. En een spekje is dit. Toch? Ja. En deze telefoon. Oh. Love it. Heel veel leuk. Oeh, yes, deze is heel leuk. Heel leuk. Ik zie heel veel toppen. Is dit een barbecue? Ja, dit is een barbecue. Dit is hier een bord sushi. Heel leuk. Oh, Liz. Wauw, deze is vet. Oh, deze is heel leuk. Maar deze dacht ik, die Foxy. Die heeft yeah. Oké, we zien hier een kaars. En die doet ons denken aan Pretty Little Liars. Vanwege het hand. En als je hem aansteekt, gaat die pop dus smelten. Dat is toch creepy? Dat wil je toch niet? Dus ik zou het niet willen. Je hoeft hem niet aan mij te geven, zeg maar. Maar wil je dan wel dit hebben? Nou, nee. Kerstlampjes met kreeft. Zo, we lopen nu even buiten. Het is inmiddels weer donker en mistig. Ik ga nog even pakpapier halen, want ik heb mijn cadeautjes gehaald. En dan ga ik weer richting huis, denk ik. Ik had eigenlijk iets van een half uur geleden al naar de supermarkt moeten gaan. Maar ik kon gewoon niet van de bank afkomen. Maar ja, ik moet nu wel. Mijn vriend komt zo thuis en ik heb gewoon honger. You gotta go. Ik moet even een canvas tasje meenemen. Wie gebruikt het trouwens ook altijd? Een canvas tasje als je boodschappen gaat doen. Of koop je plastic tasjes? Let me know wat jouw keuze is. Ik heb een hele grote, dus hier moet alles wel in passen. Zo, het is
even tijd voor een kleine update. Ik ben net boodschappen gaan doen, alvast voor de kerst. Normaal gesproken bestel ik het altijd via een app, via Picnic. Dat is super makkelijk. En nu kon dat niet meer, want ze zijn helemaal volgeboekt. Dus we gingen naar de winkels toe. Uiteindelijk hebben we echt een uur of zo rondgelopen. Maar wel gelukkig alles gevonden. Wat we nodig hebben voor het voorgerecht. En ook wat we willen gaan eten op kerstavond. Nu ben ik ondertussen even aan het koken. Het is nu 9:15, dus we hebben ook echt best wel honger. Ik ben nu bezig met het bakken van een zalm. En ik ga aardappelpuree maken. Oh, en sorry, alles is echt super vies trouwens. Oeps. Dus ik kan niet wachten om straks eventjes lekker te zitten. Want ik ben best wel moe. Omdat ik eigenlijk de hele dag een beetje in de stad heb rondgelopen. En ik ben wel toe aan gewoon eventjes een bank chill sessie. Of niet chill. Nou, het eten is klaar. En we gaan straks ook eventjes een Netflix film kijken. Die net nieuw is toegevoegd. En dat is Bright. Daar zijn we heel erg benieuwd naar. Nou, ik ben heel even snel op mijn kamer gaan zitten. Want mijn vriend is inmiddels alweer knock-out gegaan op de bank. Dus vandaar dat ik een klein beetje voorzichtig moet praten. Zodat hij niet weer helemaal wakker wordt. We hebben net echt super lekker gegeten. We hadden dus krieltjes met spruitjes die ik een beetje had gebakken. Met spekjes en een worst. En ja, het smaakte me echt heel erg goed. Maar ik had ook echt wel heel erg zin in spruitjes trouwens. Ik wil trouwens ook nog heel eventjes terugkomen op gisteren. Heb ik dus de Primark Beauty spulletjes geprobeerd. Maar ik had niet echt een soort van einde review gegeven. Mijn overall review is een dikke duim omhoog. De foundation ziet er aan het einde van de dag nog steeds heel erg mooi uit. Ik had iets van misschien omdat het gemengd is met die witte druppels dat het wat vetter is. Of dat het een beetje gaat schuiven. Is helemaal niet zo. Het blijft echt nog steeds super mooi zitten. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb het vandaag ook weer op mijn gezicht zitten. En ten tweede de lipgloss. Die was ook echt best wel long lasting. Blijft best wel lang zitten. Ja, die kleur vind ik ook echt gewoon super. Dus ik ben er echt heel erg over te spreken. En als laatste ook alvast een update over dit product. En deze heb ik dus gisteren gekocht. Dus als je iets hebt van wow, heb je nu al een update? Ik heb nu al een update, want ik heb het dus gisteravond gesmeerd. Vanmorgen heb ik het gesmeerd. Maar eigenlijk zag ik vanmorgen al, voordat ik de tweede keer had gesmeerd, dat het een stuk beter was. Heel weinig velletjes en de huid was heel rustig en het stond niet zeg maar zo strak en het zag er niet zo dik uit. Dus ik merkte echt gewoon na één keer al verschil. Ik weet niet zeker of dat echt zo kan, maar tot nu toe, mijn huid ziet er echt veel beter uit. Dus dat zou anders wel heel erg toevallig zijn. Dus mocht je ook last hebben van zo'n super schilverige huid. Ik heb meerdere berichtjes en comments al gelezen van mensen die daar ook last van hebben. Ik weet natuurlijk niet zeker hoe jouw huid echt uitziet. Maar als je iets hebt van, dat van mij lijkt best wel op dat van jou. Dan zou ik zeker eventjes hier naar kijken. Het heet dus dit. Ik weet niet of je het kan lezen. Kost 10 euro en is te koop bij bepaalde apotheken. Maar je kan ook even googlen waar je het kan kopen. Ik ben echt heel erg over tevreden, dus ik zou die zeker willen aanraden. En heel erg bedankt naar degene die mij deze crème heeft aangeraden. Zo, ik heb de video, de film net gekeken en ik vond hem wel heel erg leuk. Dus het is zeker een aanrader als je nog een film zoekt op Netflix. Ondertussen ben ik echt super moe geworden, dus ik ga nu naar bed. Ik hoop dat je het weer gezellig vond om mee te kijken. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal als je nog geen abonnee bent. En ik zie jullie gewoon gezellig morgen weer. Dus doei! Doei!